geboortedatum 23 november 1961 te Gilze. Speelde bij Gilze. Maar zijn debuut in betaald voetbal was op 8 mei 1982 NAC-MVV 0-0. Speelde voor NAC 357 wedstrijden, competitie, beker en na-competitie. Was een waardevolle verdediger, een prima kopper met Peter Remy op de rechterflank. Zijn laatste wedstrijd was op 13 juni Den Bosch, NAC 0-3. Is sportambassadeur van One World Sports. Het doel is het realiseren van onder andere voetbalvelden in de sloppenwijken van Brazilië, Bangladesh en Burundi. Dit is Hans van der Dungen. Dunga is mijn koosnaampje in Zuidwest-Nederland. Is trouwens voor de Braziliaanse goede voetballer destijds, ja, superspeler. En de coach, hè, van Braziliaanse. Superspeler en goede trainer ook. Maar dat naampje heb ik te danken aan de keeper John Karelsen. Die roept in de wedstrijd op een gegeven moment, Dunga, loop eens vrij. En dus ik vraag in de rust, wat riep jij? En hij zegt tegen mij, ja, Dunga, dat is jouw bijnaampje. Nou, toen ik in 2012 voor mezelf begon en een bedrijfsnaam zocht, heb ik het Dunga genoemd. Dus iedereen noemt mij al Dunga. Dus dat is, ja, dat is zeer welkom. Nou, je hebt uitgenodigd, ik heb jou uitgenodigd voor het interview. Maar dat doen we op een hele mooie locatie. Dus dat gaan we bij deze dan maar doen. Ik heb begrepen, de koffie staat klaar, of niet? De koffie staat klaar. En, ja? Okay. Ja, maar even terugkomend op dat Dunga verhaal. Kijk, Rutschin is voor mij een vaste opdrachtgever. Maar er zijn er meerdere partijen. Hè. NAC noemde ik al. Natuurlijk doe ik commerciële zaken op marketinggebied voor een vermogensbeheerder, Index Capital. Ik werk samen met een advocatenkantoor. Hè. Dus daar doe ik marketingadviezen. Ik werk voor een energiemaatschappij. Dus ja, die zitten allemaal te wachten op nieuwe klanten. Dus op het moment dat jij een nieuwe klant wil hebben als bedrijf, gewoon Dunga bellen. Okay. Nou, ik heb je gebeld. Of ja, mij gebeld. Ga je naar binnen dan? Okay. Ja, dan ga ik met jou binnen. Zal ik mijn zonnebril dan al doen? Hè? Ja, laten we onszelf blijven natuurlijk. Hans van der Dungen. Trouwens, Hans, wie heeft jou gevormd tot goede voetballer als trainer? Nou ja, uiteindelijk doe je dat zelf. Maar langs de andere kant, een belangrijke trainer in mijn leven is wel Jo Jansen geweest. Jo heeft mij op 14-jarige leeftijd geaccepteerd bij NAC. Ik zeg met name geaccepteerd omdat ik daar eigenlijk met een lucky terecht kwam op de proeftraining bij NAC. Het kwam via mijn neef. Ik stond in het Brabants en het Nederlands elftal. Daar ging ik altijd mee kijken. Ik deed de proeftraining bij NAC. En bij NAC zei Jo, ja, laat eigenlijk maar meekomen. Maar wij wilden mijn neef hebben. John Michiels heette die. Uiteindelijk kom ik in de jeugd bij NAC. Ik doorloop alle zeven jeugdelftallen. En op, even kijken, een jaar of 1920 debuteer ik in het eerste. Tegen MVV, hè? En dat was ook onder Jo Jansen. Tegen MVV, 0-0 volgens mij. Maar zo'n bloedeloze 0-0. Ja, 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 bloedeloos 0-0. Koude herfstavond volgens mij. Maar dat was dat Jo Jansen eigenlijk mij voor het eerst opstelde in het eerste. Op welke positie? Ja. Ik heb altijd rechtsback gespeeld en dat deed ik eigenlijk op mijn eigen manier. Ik had een apart stijltje. Verdedigen kon ik eigenlijk niet zo heel goed. Sommigen zullen zeggen, dat kon je eigenlijk helemaal niet. Maar ik was altijd weg. Ik was altijd de running langs de lijn. Samen later met Jacques Sveres, Peter Remy, de trein op rechts. Hè. Dat was echt een apart stijltje om flink op te komen. Goede voorzet afgeven. En vervolgens dat daar veelvuldig uit gescoord werd. Leuk dat je daarover begint, want in 1988, de Graafschap NAC, Jerry Koken, volgens mij nog helemaal ziek van jou. En ja, de scheidsrechter Kemper, die op dat moment debuteert, die heb je wel een beetje gematst volgens mij. Nou, ik had mijn handen vol aan Jerry Koken. Jerry Koken was linksbuiten, later nog bij Twente terechtgekomen. Hele goede speler en ja, daar had ik het niet op, hè, want ja, daar moest je verdedigen. Dus ik was gewend dat ze achter mij aanliepen. Maar Jerry deed dat niet, want die was eigenlijk te goed, dus ik moest bij hem blijven. Dus dan had ik wel wat lassootjes nodig en links en rechts wat tackeltjes nodig om hem in bedwang te houden. Een rode kaart wel op zijn plek geweest, geloof ik, hè? Donkergeel. Maar je hebt nooit een rode kaart gehad, wel 31 keer geel,
Dus eigenlijk was je toch een vrij sportieve voetballer. Ja, maar dat komt ook doordat ik verdedigde eigenlijk niet zoals een rechtsback moet verdedigen die echt vanuit een man speelt. Want als je rechtsback speelt, dan behoor je gewoon je linksbuiten uit te schakelen. En als je nog twee keer mee opkomt, is het fijn. Bij mij was het net andersom. Ik kwam 78 keer op en daarnaast schakelde ik me linksbuiten. Of probeerde ik me linksbuiten uit te schakelen. In die tijd die jij speelde, waren er al wat groepjes. Dan bedoel ik dus medegroepjes. En dan gaf je een handtekening met een tweede bij. Ja. Jullie speelden geen met een vast nummer bij NAC. Nou ja, we speelden wel met een vast nummer. Maar ik had altijd rug nummer 2 inderdaad. Ik was rechtsachter, nummer 2. En ik had een apart stijltje met een handtekening op mijn spelerskaart. Of als ik een handtekening zette, dan zet ik altijd mijn rugnummer erbij. Dus dat was altijd wel mijn handtekening. Nou, scoren was niet echt je eigen ding, maar ooit in 1988. Heracles thuis, de derde minuut al. Prachtgoal, Hans van der Dungen, 1-0. Ja. Hoor het Annie van Hooyen ook nog omroepen. Ja. Ik kreeg hem wel zwaar verkeerd op mijn schoen, maar hij ging erin. Maar leuk dat je dat zegt over doelpunten maken. Ik heb niet zoveel doelpunten gemaakt volgens mij. Ik denk 8 of 9, ik weet het niet precies. Dus niet zo gek veel. Maar eentje staat me wel in herinnering. Dat was de 3-0 tegen VVV thuis, een volle huis. Uiteindelijk winnen we daar met 5-0. En we promoveren die avond voor een volle bak bij NAC. En die zat er aardig in. Dus ik heb er niet veel gescoord, maar als je dan toch eentje mag noemen, is dat wel de mooiste goal geweest. Die wordt gekozen tot het regelmatigste speler in 1988. Helaas, de recentelijk overleden Johan Cruijff, nummer 14, heeft een belangrijke rol daarin gespeeld bij jou. Ja, kijk, vroeger als een manneke van 7, 8 kocht je. Of kreeg je met Sinterklaas, vroeg je een Ajax tenue, hè? Witte kousjes, zwart, rode biesjes, wit Le Coq Sportif broekje en een Ajax shirt. En nummer 14 erop geprint. Dus Johan was voor mij de grote held. Ik speelde ook toen ik in de jeugd speelde bij VV Gilze, want daar kom ik vandaan. Speelde ik ook in de voorhoede en toen ik naar NAC ging, toen zeiden ze van ja, het is leuk. Maar jij bent echt een verdedigende speler, dus kwam ik in de verdediging. Maar Johan Cruijff heeft inderdaad heel veel, bij iedereen denk ik, maar ook zeker bij mij, heel veel respect afgedwongen. Dat was mijn idool, zeg maar. En toen Johan trainer was bij Barcelona, waren ze op bezoek in Nederland en kwamen ze bij Madison Boys. Speelden ze zo'n wedstrijdje, zeg maar. En toen had ik van dat seizoen had ik de prijs gewonnen, de meest regelmatige speler van dat jaar. En toen deed Cruijff de uitreiking, kreeg ik van mijn idool, kreeg ik toen een beker, foto's erbij. Dus dat was een speciaal moment, ja. Je besluit af te bouwen. En ik heb zelf gewoond met de redactrice van dit sportprogramma, met Helma, in Hoogstraten. Je naam waart daar nog steeds op, bij VV Hoogstraten. Ja, VV Hoogstraten was een mooi moment. Kijk, wij promoveren in 92, 93 naar de Eredivisie. Die mooie wedstrijd, legendarische wedstrijd in Den Bosch. Dat was een hoogtepunt weer in mijn carrière, dat we wederom promoveren. Ik noem het geen dieptepunt, maar het was wel een punt achter mijn carrière bij NAC. NAC ging op fulltime basis verder, hè, dus full profspelers. Spelbos, die zag het wel in mij zitten. Maar uiteindelijk is mijn contract toen niet verlengd. En toen ben ik naar Hoogstraten gegaan. Heb ik toen 3 jaar gespeeld. Dat was vooral heel erg leuk, inderdaad. Commercie is je vak. Nou, we kunnen om ons heen kijken wat we willen. Sponsor ook van NAC Breda, Mercedes. Altijd jouw passie al geweest, hè? Jouw kracht is om mensen echt bij elkaar te brengen. Ja, ik probeer, dat is niet alleen vanuit mijn werk, maar ook gewoon privé, probeer altijd wel in gesprek te blijven met mensen, dus echt een mensenmens. Probeer ook verbindingen te maken en mensen te ontzorgen. Dus als je iets aan mij vraagt, dan krijg je gelijk de helpende hand toegestoken. En dat heb ik mijn werk van gemaakt. Dus wat ik doe, ik werk hierbij voor Rutje, dus ik werk er niet bij, maar ik werk voor Rutje. Rutje is de Mercedes, Mitsubishi en Smart dealer uit deze regio. Ik ken de familie Rutje heel erg goed. Nou, hier zit hier voor een prachtige, in een prachtige ambiance, net een nieuwe E-klasse
is gelanceerd. En tijdens mijn gesprekken ga ik op zoek of dat die persoon interesse heeft in een van de mooie modellen van Rutje. Dus ik verkoop de auto niet, maar ik genereer de leads. Ik maak de nieuwe klant of ik zet die aan tafel bij de verkopers. Dat doe ik inmiddels voor een aantal partijen, waaronder Rutje natuurlijk. Maar ik doe het ook voor NAC. En bij NAC, ja, daar ben ik 14 jaar... En ook gastheer, hè? En gastheer, ja, precies. Tijdens de wedstrijden ben ik gastheer. Ik heb dat 14 jaar gedaan vanuit mijn rol als commercieel manager van de club. Ik heb ook 14 jaar in het eerste gespeeld, dus die 14 komt ook elke keer weer terug. Hè. 14 jaar commercieel manager, 14 jaar speler in het eerste. Opnamedag is trouwens ook de 14e. Nou, moet kijken. Dus Johan, hè, dus we denken nog aan je. Zo is dat. En, nee, ik bedoel die Johan, hè? Ja, nee. Zo'n respect heb ik ook over Cruijff. Oké. Ja, geitje. Maar, dus ik werk sinds januari 2014 als relatiemanager bij mijn club, zoals ik dat mag noemen. Ja. Nou, dat interview gaan we wel afronden. Ik zal eerst even toosten op onze beide gezondheid. Daar gaan we eerst mee beginnen. Ja, dat is heel belangrijk. Met NAC, daar zijn. Heel goed. Business development is iets wat jou hoog in het vaandel heeft. Wat kan er nog veranderd worden bij Breda Nu Sport? Nou, in ieder geval dat de mensen bij Breda Nu Sport allemaal in de Mercedes gaan rijden. Dus daar zou ik eerst maar mee beginnen. Hè, dus kom een kijkje nemen met de equipe en zoek wat leuks uit. En de facturen komen dan later. Hè. Dus dat één. Ja, ik zou je een warm plaatsje willen aanbieden op de tribunes bij NAC, op de sponsorzijde. Dat je daar een keer wat meer of frequenter aanwezig bent. Ik kom nooit bij een voetbalwedstrijd. Nee. Dus bij deze het aanbod. En dat is het denk ik. Nou, nogmaals, ik sluit nu wel af met jou. Ik vond het... Ja, E-klasse leuk, van je om jou te mogen interviewen. Ja, nogmaals, blijf gezond en wellicht met jou als gastheer in de Eredivisie met NAC. We doen ons best, we zijn hard op weg. Het gaat je goed, jongen. Dank je. Dank je.